Hoi, mijn naam is Meerte en wij zijn vandaag hier te gast bij de volkstuinvereniging Ons Belang in Hoogvliet. We hebben namelijk een heel bijzonder interview vandaag, namelijk met imker Tom Dullaert. Hoi. Hoi Tom, jij gaat ons vandaag meenemen in de wondere wereld van de bijen? Zeker, ja. Nou, ben benieuwd. We gaan kijken. We gaan het zien. Nou, ik ben Tom, imker van beroep inderdaad. En we zijn hier op de volkstuin. En wij hebben hier een stukje perceel ter beschikking gekregen om onze bijtjes zometeen te gaan laten vliegen over de volkstuin. En daar zitten we nu in. Hoe is dat eigenlijk zo tot stand gekomen? Eigenlijk bij ons thuis, bij ons in de Brasemstraat, waar ik woon zelf, hadden wij een nest in een boom hangen. En de buren kwamen naar me toe van, joh, kan jij daar misschien wat mee? Want iedereen was er eigenlijk wel een beetje bang van met de kinderen in de straat. Dus ik ben daar naartoe gegaan en eigenlijk kon ik er ook niks mee. Dus heb ik daar een imker voor gebeld uit Rotterdam. Van het Ambrosiusgilde, waar ik nu zelf ook bij aangesloten zit. En die imker die kwam netjes om dat bijenvolk weg te halen. En dat is in het allerkleinste kastje wat we achter ons hebben staan, daar werd dat volkje in opgehaald. Alleen die imker die vroeg aan mij van, joh, wat wil je ermee? Dus ik stond hem aan te kijken van, wat wil je ermee? Ik begreep hem eigenlijk niet heel goed. Hij zegt, ja, ik kan het meenemen en dan komt het bij ons op de vereniging te staan. Hij zegt, maar je kan het ook zelf houden. Ik zeg, oh, kan dat? Hij zegt, ja, tuurlijk kan dat. Hij zegt, als je een beetje de basis leert over hoe bijtjes werken en hoe jij ermee om moet gaan, hij zegt, dan kan je dat prima gewoon houden thuis. Ik zeg, nou, laten we dat maar eens proberen dan, dat lijkt me wel leuk. Dus ik heb samen met die imker heb ik ze uit de boom gehaald en netjes in laten vliegen in dit kastje. En tegen zonsondergang waren ze allemaal mooi in het kastje gekropen en heb ik het mee naar huis genomen. En zo begon wat ik nu eigenlijk allemaal heb. Ja. Zo is mijn passie voor bijen is ontstaan vanuit die bijtjes in de boom in de straat. Ja, wat een mooi verhaal. Ja, leuk hè? Ja. Ja, dat was echt wel een heel aparte start van iets heel moois. Ja. Ja. Heb je altijd ook al wel een beetje die liefde gehad voor de natuur of kwam dat later pas? Ja, natuurkunde, dat is altijd wel mijn ding geweest. Ik weet ook heel veel van planten en insecten en hoe dat in de natuur in zijn gang gaat. Nu geef ik dus ook les op scholen in biodiversiteit en hoe dat met bijtjes allemaal in zijn werk gaat. En dat is echt hartstikke leuk. En ook de reacties terug daarvan. Ik krijg altijd alleen maar bevestigende reacties en ja, eigenlijk niet meer vragen. Dus dan heb ik het gewoon goed gedaan. Ja. Dus het is altijd wel echt heel erg leuk. Ja. Ja. Nou ja, we zitten hier natuurlijk ook bij jouw imkerij. Ja. Maar hoe gaat het hier nou eigenlijk in zijn werk? Nou ja, zoals je ziet zijn we de tuin echt nog aan het opbouwen. Voorheen had ik hier al wat kasten staan. Die zie je nu ook nog staan. We hebben daar wat problemen mee gehad in de winter. Omdat volkjes van ons waren gestorven in verband met een overvloed aan varroa-mijten. En omdat wij zo biologisch mogelijk imkeren, schieten wij ze eigenlijk zo min mogelijk ook te hulp. Dus als er dan in zo'n volkje sterft, dan is dat niet anders. Maar wij willen eigenlijk zo min mogelijk daarin doen. We gebruiken ook geen bestrijdingsmiddelen en geen suikers toegevoegd, noem maar op. Dat doen wij allemaal niet. Wij zijn gewoon echt puur biologisch imker. Nou, dit is where the magic happens. Precies. Ja, hier hebben we aan beide kanten een stukje tuin gerealiseerd. Ja. Aan deze kant de appels en aan deze kant de moestuin. Nou, en hier hebben we de bijtjes staan. Dus hier kunnen we dan laten zien wat de bijtjes ook daadwerkelijk doen. Nou Tom, dan staan wij nu hier bij de bijenkasten. Dan gaan we even een kijkje nemen. Ja, gaan we hem eens even openmaken. Heel voorzichtig. Kijk nou. Ja, hier zie je dus de echte natuurraad zoals ze hem dus zelf bouwen. Dat is niet zoals die ramen die erin zitten, want die zijn kant en klaar. Dit maken ze echt zelf. Ik zal hem er gauw weer in terugzetten. Dat vinden ze niet echt heel prettig. Ja, dat kan je hier. Kan je dat ook zien. Ik heb hem. Kijk, hier heb je dus dat rooster. Ja, daar komen die bijtjes allemaal doorheen. Behalve de koningin, die kan daar niet doorheen. Ja.
zo is hoe de kast van binnen eruit ziet. Gaaf om te zien ook zo. Ja? Ja. En dan heb je hier een kleine kastje. Daar heb ik de laatste zwerm in gevangen. Ja. Daar zitten dan ook die raampjes in. Dan zal ik er een raampje uithalen, dan kun je zien hoe dat werkt. Kijk. Zo, kijk nou. Zie je? Wauw. Hoeveel bijen daarin zitten? En als je goed je best doet, dan zou je daartussen de koningin kunnen vinden, eventueel. Die is net wat groter als de rest. Nou, hier zit ze dan toevallig niet. Maar er zit er dus eentje tussen die net wat groter is als de rest. En ze maken veel herrie, maar er gebeurt eigenlijk weinig zoals je ziet. Dan moet je dit heel voorzichtig eroverheen schuiven. Want anders heb je kans dat je ze beschadigt. Dat vinden ze dus niet zo leuk. Nou ja, zo zien de kasten dus van binnen eruit. Ja, wauw. En dit is dan de laatste die ik gevangen heb. Dit noemen we dus ook een zwermkastje. Daar kan je dus zwermen in vangen, maar je kan ze er ook in vegen. Dus dat je ze niet wacht tot ze erin komen, maar dat je ze dus zelf inveegt. Ja. Nou, dat hebben we dan bij deze als laatste gedaan. En dit zijn dan de complete volken. In verschillende secties. Yeah. De onderste zijn de broeddelen en de bovenste zijn de honingzolders, zoals we dat noemen. In België noemen ze het zolders. Ja. En wij noemen het honingkamers. Wat is er dan ook allemaal voor nodig om die bijen hier zo'n fijn plekje te geven? Nou ja, je ziet om je heen dat er een heel mooi huisje voor neergezet is met een overkapping waar zometeen de bijenkasten onder geplaatst gaan worden. A, omdat het mijn bijenkasten beschermt tegen de elementen. En ze droog staan natuurlijk, dat vinden de bijtjes ook wel prettig. En het is gewoon super natuurlijk zo met zo'n gebouw ernaast. Want ik heb hiernaast heb ik de opslag van al mijn spulletjes. Daar worden zo meteen therapieën gegeven. Ja. Dus ja, daar komt hier heel veel te staan en er wordt hier heel veel gedaan straks. Ja. Ja. Zeker. Je vertelde net ook al dat je ook merkt bij de andere tuinen hier dat er best wel al verbetering zit ook in de bloemen ook en zo. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Nou ja, we zitten hier op een complex met heel veel tuinen. En iedereen plant daar al zijn vruchten in. En allerlei planten die eten produceren. Voor ons is het de bedoeling, we zitten nu midden in dit complex. Met om ons heen al die tuinen. En het is voor ons echt de bedoeling dat we daar meer rendement uit gaan halen. Dus je krijgt straks meer bloemen. Maar ook meer vruchten. Want die worden allemaal bevrucht door onze bijen zometeen. Dus ja, dat is voor de tuinbewoners en de mensen die hier de vruchten willen plukken van hun boompjes en plantjes. Is het echt een voordeel dat wij hier met de bijen zitten. Omdat je gewoon meer vruchten hebt. Dus je hebt meer rendement van je tuin. Ja. Ja. Vind ik wel mooi dat bijen zoiets kunnen doen ook voor de natuur. Ja, dat is ook echt heel bijzonder. Echt belangrijke beestjes zijn het. Mensen vragen mij ook wel eens van, joh, maar halen jouw bijtjes mijn tuin dan wel? Nou ja, als je ziet hoeveel bijen er in zo'n kast zitten en hoe ver die vliegen, geloof me, die komen echt aan alle tuinen komen ze gewoon voorbij. Ja. Dus alles wordt veel beter bevrucht, waardoor je dus inderdaad gewoon dat rendement beter hebt. Ja. Ja, vet, ja. Nou, bijen leveren natuurlijk ook de honing. Mm. Hier had je al dat mooie potje net aan mij gegeven. Precies, ja. Hoe verzamelen jullie eigenlijk zo de honing? Nou ja, dat wordt... Eerder heb ik jou laten zien vandaag op de dag hoe dat een beetje in zijn werk gaat. Ja. De kasten worden onderverdeeld in secties. Het onderste deel is een broedkamer, zoals wij dat zeggen. Daar worden alle eitjes ingelegd door de koningin. En dat wordt door de werkers helemaal... opgekweekt tot een bijtje die functioneel is in de kast. En daar heb je hier achter een hokje staan waar onze spullen staan. Daar hebben wij een 24 uur kluis, zoals we dat noemen. Die wordt vervangen voor het moerrooster. Dat is het rooster waar de koningin dus niet doorheen kan. Dus die kan geen eitjes leggen in de honingkamer. En
als wij die roosters vervangen, dan weten de bijtjes 24 uur niet meer hoe ze dus weer terug kunnen komen in die honingkamer. Dus dan kunnen wij die honingkamer eraf halen. Dan zetten we een nieuwe honingkamer terug met het oude rooster er weer tussen, zodat het weer was zoals het was. Dan kunnen hun weer verder de raten gaan opbouwen en vullen. En ik als imker kan dan de honing gaan oogsten. Dat wordt gedaan in een hele grote trommel. Daar worden de raten ingezet. Nadat de kapjes, want de raten zitten afgesloten met kapjes. Nadat de kapjes ontzegeld zijn, gaat die in die molen. Dan wordt de honing wordt er uitgeslagen. En vanuit die uitgeslagen honing wordt het in een rijper overgeheveld. Dan blijft het nog even staan en dan kunnen wij dat in potjes gaan laten stromen. Ja. Ja, klinkt als veel werk, maar dan heb je er wel iets lekkers voor terug. Het is voor mij minder werk als voor de bijen. Ja. Ja, want een bij offert zijn hele leven op voor één theelepel honing. Zo. Ja, en dat gooi ik in 3 minuten gooi ik een 10 liter uit een vat. Dus ja, hun doen er iets meer moeite voor dan ik. Ja. Dus ja, eigenlijk is het niet te vergelijken. Nee, dat is eigenlijk niet te vergelijken. Nee, nee. Maar hoeveel honing kunnen jullie dan over een periode verzamelen ongeveer? Als je een oogst doet, en dat ligt eigenlijk aan het volk wat je hebt, hoe productief ze zijn. Maar meestal zit je aan een 30, 35 kilo zo gemiddeld wat er uit je kast komt, uit één zo'n sectie. Zo, en yeah. Zoals je nu een potje hebt, 200 gram. Ja. Ja, daar doen een volk doet daar best wel even over om dat bij elkaar te halen. Ja. Dus ja, en het is gewoon super lekker. Ja. Ja. Ze heeft ook heel veel voordelen ook, honing. Zeker, zeker. Want als jij hooikoorts hebt, je neemt dan een eetlepeltje 's ochtends van deze honing. Dan heb je alle pollen en propolis en alle goede enzymen die de bijtjes erin gooien, zeg maar. Die heb jij gewoon in je spijsverteringssysteem zitten. Waardoor jij dus een antihistamine aan gaat maken en geen last hebt van die hooikoorts. Ja. Of in ieder geval veel minder. Ja. Ja. Vet? Zeker, ja. Ja, vet. Ja, ja. Ja, bij deze kast hebben we een kunststof plaat. Waarbij je dus heel makkelijk in de kast kan kijken zonder hem echt daadwerkelijk open te maken. En dit is dan de honingkamer waar ze in zitten. En hieronder is de broedkamer. Daar kan je dan niet in kijken. Maar als je er doorheen kijkt, zie je dus het rooster wel liggen. Waar de koningin dus niet doorheen kan. En je ziet hier een klein stukje wild raadbouw. Wat tussen de raten ingebouwd wordt. De ene imker laat het zitten, de andere haalt het weg. Ik haal het altijd gewoon weg, omdat het anders zit alles aan elkaar geplakt. Dit is propolis. Oh, dat is dat voor wat ze ook opeten? Ja, dat is de antibiotica van de natuur eigenlijk. Ja. Moet je een beetje op je vingers uitsmeren. Ja. Een beetje zo. En dan ruik je ook echt die lucht die eraan zit. Het is heel zoetig qua geur. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Het ruikt ook een beetje naar de honing eigenlijk. Ja, ja. Grappig. Klopt. Leuk, ja, hè? Ja. En dit zijn de stuifmeelkorrels. Die je ook kan eten? Ja, die zijn eetbaar. Ja. Ook voor hooikoorts is het ook echt prima inzetten. Je kan eigenlijk alles wat een bijenkast produceert, kan je eten. Ja. Is altijd 100% antibacterieel. Altijd. Dus je kan alles wat erin zit, kan je eten. Wauw. De was ook, de ramen kun je zo gewoon een hap van nemen. Dus dat is gewoon altijd goed. Wat moet hier nog allemaal aan gebeuren? Want je vertelde net ook al dat het nog niet helemaal af was natuurlijk, het huisje. Nee, ja, je kan hier om de hoek al zien dat de deuren, die zijn al bezig met schilderen. Het wordt straks nog netjes in een mooie verf gezet. Dan wordt hier nog een hoek gemaakt waarin dus de kasten straks gezet worden. Er komen nog wat beplantingen voor dat er wat... het uitvliegen gemanaged wordt, dus dat er hoog uitgevlogen wordt, dat de omringende buren daar geen last van hebben. Ja. Neem nou hiernaast, net hier achter het hek zitten mijn buren straks met een kindje te spelen en dan is het niet de bedoeling dat de bijen om hun hoofd heen zoomen. Dus dat hebben we echt wel gemanaged, dat er een haagje komt waardoor ze dus hoger uit moeten vliegen. En ja, dat wordt dan hier gecreëerd. Er wordt nog wat opslag aan de muren wordt er bevestigd, zeg maar, wat planken waar je wat opslag kan neerzetten. En hier achter mij in het huisje komt straks een stukje apitherapie. Dat is in het buitenland al heel bekend, vooral in Duitsland.
maar hier in Nederland eigenlijk nog niet. Als je ook het googelt, dan staat er ook echt daadwerkelijk, is niet bekend in Nederland. Maar wij willen dat gewoon echt, zeker vanuit deze vereniging waar we dus zitten, willen wij dat gewoon echt op de kaart gaan zetten. Ja. Want ja, je hebt er zoveel voordelen van als longpatiënt of ja, noem het maar op, wat voor kwalen je ook hebt. Het kan bestreden worden door het gebruik van onze bijtjes. Ja, ja. Want die apitherapie was dan gebaseerd op de trillingen van de bijen, zei je? Je hebt verschillende soorten therapieën. Wij gaan 2 therapieën gaan we hier straks proberen te geven. Het is voor ons natuurlijk ook nieuw, dus wij moeten ook gaan kijken hoe het allemaal werkt. Maar voor wat we nu hebben, hebben we mooie resultaten gezien. Dus hier achter in het huisje kan je straks gaan zitten in een mooie afgesloten omgeving waarbij je dus geen last hebt van de bijen zelf. Want sommige mensen zijn allergisch, dus ja, dan is het handig als je veilig zit. Dus dat wordt hier achter straks in een veilige omgeving wordt dat gegeven. Dan heb je 2 soorten, zoals ik al zei, die wij gaan geven. De 1 is luchttherapie. Dan ga je dus de bijenkastlucht ga je inademen. En daarbij kun je dus allerlei chronische longproblemen kun je daarmee tackelen. En het is zelfs zo dat mensen gewoon echt helemaal genezen zijn daardoor. Dus ja, ik heb het zelf allemaal nog niet bewust meegemaakt, maar ja, dat gaan we straks wel doen natuurlijk. Ja. Nou, en dan heb je de andere soort therapie, dat is resonatietherapie. Dan ga je dus daadwerkelijk op de bijenkasten slapen. Als je slaapval, kan je er dus op slapen. Of je blijft er gewoon een tijdje liggen. En dat is een soort bed, daar zitten de bijenkasten onder. En als je erop ligt, zitten er allemaal gaatjes in die de resonatie beter doorlaten. En die resonatie die komt dus ook jouw lichaam door. Want wij bestaan voor het grootste gedeelte uit vocht. En er is geen betere geleider als vocht. Dus ja, die neemt die resonatie over. En dat schijnt echt gewoon ja, een heleboel soorten kwalen in je lichaam gewoon te bestrijden. En ja, je basisfuncties zouden zelfs beter gaan functioneren. Dus je spijsvertering loopt beter, betere stoelgang, betere slaap, ja, noem het maar op. Ja. Ja, dat is wel echt waar we op gaan inzetten zometeen. Om op een goede manier mensen kennis te laten maken met de helende werking van bijen. Ja, ja. Dat bijen ook een wat positiever beeld misschien krijgen. Precies, ja. Mensen zijn vaak heel erg bang voor bijen, omdat ze steken. En als je dan gebeld wordt bijvoorbeeld voor een zwerm, dan kom je daar en dan zijn het gewoon wespen. Ja, dat is, ik heb echt zoiets, mensen moeten meer bekend gaan raken met bijen en biodiversiteit. En weten waar ze mee te maken hebben. Ja. Want ja, als je al het verschil niet weet tussen een bij en een wesp, dan gaat het dan niet helemaal goed, geloof ik. Nee, dat moet onderwezen worden. Ja, ja, dat snap ik. Vandaar dat ik dus ook op scholen gewoon lesgeef en bij de padvinders, noem maar op, straks hier ook. Er komen allerlei borden met materiaal, zeg maar, waarop je dus kan zien wat een bij doet. Dus het wordt echt een soort van informatief centrum. Ja, ja. Klinkt echt alsof er hier echt iets heel moois gaat komen. Zeker weten, ja, 100%. Het klinkt ook als een bezige bij, Tom. Ja, ja. Ja, ik zit eigenlijk nooit stil. Nee. Nou, ik vond het een ontzettend mooi interview. Yes. We hebben veel geleerd ook over bijen, dus ik hoop dat mensen nu hier wat meer geïnteresseerd zijn. Dat is waar we voor staan. Dankjewel hiervoor. Alsjeblieft. En ja, we gaan nog even genieten van het mooie weer. Ja, zeker. Ja. Ja, dus ook voor de bijtjes, die vliegen af en aan. Ja. Die vinden het ook prachtig. Precies. Hey, dankjewel. Alsjeblieft. Ja.